Hallo, ik ben Stephanie Kok. Ik ben de zus van Danielle en bij deze wil ik Danielle nomineren als instructrice van het jaar. Samen werken wij met veel plezier op Manege de Arkenhoeve. Van jongs af aan is Danielle al actief in de paardensport. Ze heeft hier ook haar opleiding ingevolgd en uiteindelijk haar werk ervan gemaakt. Danielle is erg gepassioneerd als instructrice. Ze weet de moeilijke onderwerpen makkelijk uit te leggen, zodat het zelfs voor de jongste ruitertjes makkelijk te begrijpen is. Danielle is zowel voor zichzelf als voor de Manege zeer actief op social media. Daarnaast wil ze zich altijd blijven ontwikkelen. Ze gaat de opleiding Oren 4 volgen en daarnaast gaat ze een opleiding volgen voor werken aan de hand. Een van Daniela's sterke punten is dat ze zich er hard voor maakt dat haar pupillen rijden op een paardvriendelijke manier. En daarom vind ik dat zij instructrice van het jaar moet worden. We willen deze nominatie voor Danielle een verrassing laten. Ze weet zelf niet dat ze genomineerd wordt. Dus we hebben met een smoes hebben haar een stukje laten inspreken over zichzelf. En daar gaan we nu even naar luisteren. Ik ben Danielle Kok. Ik ben mede-eigenaresse van Manege en Trainingstal De Arkenhoeve. Ik heb de instructeursopleiding niveau 2 van de Oren. Ik heb niveau 3 in Deurne gedaan op de sportklas. Dus dat is MSZ niveau. En ik ben op dit moment, hoop ik binnenkort te gaan beginnen aan mijn niveau 4 opleiding als instructeur. Dus dat is echt nog weer meer naar de subtop toe. Mijn eigen wedstrijdniveau is op springen Z. Dus dat is 1,30 meter. En dressuur is dat met twee paarden in de lichte tour. En op dit moment, recent, heb ik paarden in het Z-dressuur en jonge paarden in het L&M-dressuur. Buiten het trainen van paarden doe ik ook veel trainingen geven. Dus ik geef op dit moment manegelessen, maar ook dressuur- en springtrainingen. En ik haal het meeste voldoening uit combinaties, dus zowel jong als oud, die veel progressie willen boeken en daarin eigenlijk samen met mij op een paardvriendelijke manier of een paardbewuste manier iets met hun paard willen bereiken. Op dit moment heb ik een aantal jonge combinaties in vaste, volle training eigenlijk. Ik begeleid hun helemaal, dus de keren dat hun rijden doen ze onder begeleiding van mij. Nou, het leukste vind ik omdat ik zelf ook rij en daarbij veel les krijg, omdat ik vind dat je eigenlijk nooit uitgeleerd bent. Om hetgeen wat ik zelf leer, om dat ook met mijn leerlingen en combinaties daarin op door te gaan en zowel mezelf en de leerlingen daarin te zien groeien. Ook hebben we ouders en een aantal pupillen van Danielle gevraagd om iets over haar te vertellen. En daar gaan we nu even naar luisteren. Hallo, ik ben Zoe en ik vind Danielle een goede juf. Ik vind haar heel fijn. Hoi, mijn naam is Jules. Ik vind Daan een hele goede juf omdat ze leert veel en je leert ook snel van haar. Ze is aardig voor je en schreeuwt niet door de hele bak heen, wat ik niet persoonlijk niet heel leuk vind. Ik doe als training eigenlijk, ik woon in Zuid-Duitsland. Nou, ik niet in Zwitserland, maar Bella wel. En ik kom hier nu gewoon 3 weken bij haar trainen. We doen vooral dressuur, maar ook af en toe springen. En ik vind de les heel goed. Ik ben Sanja Hansen. Mijn dochter Jules die heeft voor de zomervakantie les van Daan. We wonen in Zwitserland en ze krijgt meestal les in Duitsland. En dus dit is een hele ervaring voor haar. Wat zij fantastisch vindt aan Daan is dat Daan heel goed kijkt en heel goed weet wat er gebeurt en ook benoemt wat er goed gaat. En van zowel het benoemen wat er niet goed gaat als vooral ook wat er wel goed gaat, heeft mijn dochter al veel geleerd en heel veel progressie gemaakt in nog maar 3 weken tijd. Hi, ik ben Tessa. Ik ben hier samen met Boris. Boris is mijn leasepony en een pony van Daan. Waarom ik Daan de beste juf vind is omdat ik eerst bij haar in training kwam, toen ben ik hier zelf gaan staan. En krijg ik bijna iedere dag les van haar en ben ik zo erg met stappen vooruit gegaan. Ik heb nog nooit zo'n juf gehad die het zo goed deed. Hoi, ik ben Meo en dit is Jebo. En wij rijden niveau L2. Wij krijgen les van Danielle Kok. En ik vind Danielle echt super juf, omdat ze ons super goed begeleidt. Ik heb vorig jaar een ongeluk gehad samen met Jebo. En daar heb ik best wel een klap van gehad. En Danielle heeft mij echt super veel vertrouwen weer teruggegeven met het rijden. En daarom vind ik Daan een super juf. Danielle Kok is mijn instructrice. Ik ben Sammy Dekker. En toen ik 11 jaar was, heeft Daan met mij is met mij meegeweest een pony uitzoeken. Het was de bedoeling dat ik een pony zou kopen die al opgeleid was. Maar we kwamen thuis met een pony die nog niet zadelmak was. En daar heeft Daan mij heel goed mee geholpen. Binnen 4 jaar mocht ik het Z2 starten. En dat was dankzij Daan. Die gaf mij 2 keer in de week les. En die ging bijna elk weekend met mij mee op wedstrijd. Ik ben Klein van Rijn. En ik lees Bobby. En ik krijg les van Daan. En dat is super leuk om les te krijgen van Daan. Omdat je
iedereen aandacht geeft. En ook al heb je geen lessen, je zit en je reist een keer bijvoorbeeld, dan komt ze je altijd even helpen. En je kan altijd super, je kan serieus lessen met haar, maar je kan ook altijd lol hebben met haar. En dat is super leuk. Ik ben Nina, ik rij al 9 jaar bij Daan ongeveer. En ze geeft altijd super goed en les en ze geeft heel vaak complimentjes en het werkt heel erg aanmoedigend. Ik ben Tessa van de Maat. Mijn dochter Max rijdt hier, komt ze langs. En Daan is haar instructrice 1 keer in de week en dat is niet alleen voor Max een genot, maar ook als ouder is het een genot, want je ziet iedere week weer verbeteringen. Ze doet het opbouwend, maar wel kritisch. Iedere week kijken we er weer naar uit om les te krijgen. Hoi, ik ben Max. Ik heb hier mijn eigen pony. Dit is Toby en hij is 11 jaar oud. Ik krijg altijd les bij Daan, meestal op de woensdag. Ze kan heel goed lesgeven en ze rijdt soms ook op Toby. Dit is dus Danielle. Wij vinden dat ze het fantastisch doet en daarom dat ze het verdient om instructrice van het jaar te worden. Bij deze willen jullie bedanken voor de tijd en moeite die jullie genomen hebben om te kijken naar deze video. En wie weet mogen wij Danielle binnenkort wel heel erg blij maken.